Die 20 jaar lang, elke morgen, precies om 8:30 op haar werk aanwezig was, is hedenmorgen niet verschenen. Wat zou er met haar gebeurd zijn? Wel, ze heeft een man ontmoet. Ze schreef haar directie het volgende briefje. Nachten van lust en wildavontuur, ogen van vuur, heerlijke plannen met donkere mannen, ik ken ze voortaan, hoor mij aan. We raakten aan het praten in de buurt van Alkmaar. Hij was student en fluisterde, ik zwalk maar. Er dreef iets deers in de laan, een wonder gerucht. En oh, er hing iets in de lucht, zoals altijd in Alkmaar. We dansten in Splendid, heer, wat was het chic daar. We dansten als vlinders, oh, en het publiek daar. Er was iets in mij dat zei, dwaas meisje, pas op. En wat haal je je in je kop, hier in dit vreemde Alkmaar. We dansten in trance, als in echte romans. In mijn kiel en in mijn borst speelde een piano. Ik dreef in een zee van zoete Sint-Anno. Ik zwolg de begin en ik zwolg zijn stem. Ik was dronken van liefde, ik was dronken van hem. Toen was er een bosje, hier was het donker. Toen waren er sterren, oh, en dat geflonker. Er sprong een knoop op de rug en zijn mond voelde klef. Ik dacht opeens aan de chef en viel in slaap in Alkmaar. En dat was het einde van mijn avontuur daar. Mijn dansen en dromen waren van korte duur daar. Geen wonder ook, want het boek dat je snappen doet, hoe het kan en hoe het moet, was niet te koop in Alkmaar. Ik heb er mijn brosje in het gras verloren. En nog iets maar daarvan wil ik niets meer horen. Vergeet vooral niet die brief voor de firma van Oven. De sleutel van het archief ligt in de laar rechtsboven. Daarnaast ligt een breipatroon. Geef u dat maar aan Bab. U weet wel Bab van Lab. Want wat heb ik eraan in Alkmaar? Exotisch Alkmaar, o dierbaar oord, oord van de vrijheid. Alkmaar, ja, Victrix en Kaas en Kaas. Het oord van de Alkmaarse kus, kus.